ben Juri Regeer, 18 jaar oud, kom uit Zandvoort. En hier begon het allemaal bij SV Zandvoort. Ik heb een leuke jeugd gehad, denk ik. Heel veel buiten gespeeld. Ik was bijna altijd buiten te vinden. Ook na schooltijd, altijd voetballen. Dan werd je gebeld of je werd gehaald. Thuis gezegd, je moet zo laat thuis zijn. Dan was je thuis. En na het eten in de zomer wilde je weer naar buiten. Mocht hier een jaar eerder starten dan eigenlijk mogelijk was via de KVB. Maar ja, toen heette het nog de Puppies, waar je mocht beginnen. En ja, daar heb ik toen mee gedraaid. Sindsdien ben ik eigenlijk gaan voetballen. Ik denk dat dit sinds 4-jarige leeftijd is. 5-6 jaar denk ik dat ik hier heb gevoetbald. En toen heb ik met mijn vader thuis gepraat van wil je verder in het voetbal of wil je op dit niveau blijven voetballen. En voor mij was toen de keuze heel snel gemaakt van ja, ik wil doorbreken in het profvoetbal. Dat heb ik sinds jongens af aan gezegd. En toen heb ik gezegd van nou, dan gaan we stage lopen bij andere clubs. Is dat niks, dan blijf ik hier. En het bevalt het me wel, dan ga ik naar een andere club. En als er iemand is waar Regeer mee over voetbal kan praten, dan is het zijn vader wel. Arend Regeer speelde zelf bij SC Zandvoort, maar ook bij Telstar en AZ. Hij weet als geen ander wat er allemaal verandert wanneer je op een hoger niveau gaat spelen en dat je goed moet nadenken over die beslissing. Nou, we hebben als gezin gezeten. Die beslissing nemen we niet alleen, ook niet alleen met jullie. Die hebben we als gezin genomen, dus, want we hebben nog een kind. Die is net zo belangrijk. Dus we hebben daar echt over gezinnen besproken. Wat wil je? Wil je verder in de voetbal? Dan was het niveau op Zandvoort ja, helaas niet geschikt om hoger op te komen. Hoewel dit wel een heel leuk team had op dat moment. En welke keuze wil je dan maken? En ik had zelf dan de connecties om waar wil je dan? En daar heeft hij een keuze uitgemaakt om bij Rijsburg te komen te voetballen. De jonge Regeer begint met voetballen bij Rijnsburgse Boys, een topclub in het amateurvoetbal. Maar dat is niet genoeg voor het Zandvoortse talent. Zijn droom is om te voetballen bij een echte topclub, op het allerhoogste niveau. Ik heb talentendagen meegedaan bij Ajax en één keer echt stage gelopen. Toen zat ik bij de laatste drie, maar toen hadden ze voor iemand anders gekozen. En ja, toen kwam ik bij ADO terecht. Toen in mijn tweede jaar bij ADO kwamen AZ, Feyenoord en PSV en Ajax wilden me allemaal hebben. Maar voor mij was als kleine jongen al een droom om bij Ajax te spelen. Dus die keuze was voor mij heel makkelijk te maken. De voorbereiding was aanpassen, maar daarna is het eigenlijk heel snel gegaan. Ik ben de eerste jaar aanvoerder geworden al. Belangrijk voor het team geweest, doorgeschoven in het eerste jaar ook. En sindsdien eigenlijk alleen maar in leeftijdscategorie hoog gespeeld. Regeer doorloopt succesvol de jeugdopleiding van Ajax en tekent in januari dit jaar een nieuw contract tot 2025. Zijn droom om prof te worden bij een echte topclub is dus uitgekomen. En daarmee is hij op zijn 18-jarige leeftijd verder dan zijn vader ooit is gekomen. Ik heb hem alleen hier meegemaakt bij Zandvoort en een beetje in de zaal waar hij met vrienden was. Een speler die niets voor zijn plezier doet eigenlijk. Altijd wil winnen. Hij is niet gemaakt om een vriendschappelijk potje te spelen, want als het moet... En er breekt echt iemand door, schopt hij hem liever door het midden dan dat hij hem vrij inschiet. Maar ik was gewoon een dienende speler. Hij is op alle fronten beter dan dat ik ben geweest. In inzicht, in communicatie. Daar is hij gewoon veel verder in dan ik ben geweest. En Telstar was natuurlijk wel betaald voetbal. Maar niet de doorstaat om naar dat niveau waar hij nu zit. Dat was gewoon niet goed genoeg. De carrière van Juri heeft ook een andere kant. Er gaat een hoop tijd en aandacht uit naar de voetballende zoon. En dat gaat ineens ten koste van de rest van het gezin. Mijn ouders zijn altijd mee geweest naar elke wedstrijd. Mijn zus is ook heel veel mee geweest. Vanaf buitenaf is heel erg heel veel dingen op mij gefocust. En thuis gaat het ook heel veel over voetbal. En dat is soms lastig voor mijn zus, wat ik begrijp. Voor mij is het niet ingewikkeld, omdat ik er zelf uitkom. Voor mijn vrouw is het denk ik ook niet heel erg moeilijk geweest. Omdat, zij ging al met mij toen wij 18, 19 waren, voelde ik bij Telstar. Dus zij is eigenlijk dat wereldje ook gewend. Ik denk voornamelijk dat voor Iris het best wel lastig is geweest. Op sommige momenten gaat het weer over voetbal, ik wil ook wel eens dit. En, dat begrijp ik echt wel volkomen. Maar aan de andere kant vindt Iris het ook wel heel erg leuk en fijn om dit ook weer mee te maken. Eigenlijk als ik met mijn zus praat, praat ik eigenlijk niet over voetbal.
En het liefst over andere dingen, want omdat ik weet dat zij dat liefste wil. En voor mij is het ook gewoon, ik hoef het niet altijd over voetbal te hebben met haar. En daar kan ik met andere mensen over praten. Dit is Zandvoort, hè? Dit is typisch Zandvoort, ja. Ook typisch Zandvoort, autoracen. Sinds vorig jaar is de Formule 1 weer terug aan de Noord-Hollandse kust. En race Max Verstappen over het circuit dat zo onlosmakelijk verbonden is met Zandvoort. Ik denk 100 meter, dan heb je hier de baan al. Het is gewoon een onderdeel van het dorp, van de geschiedenis. Het ligt eraan ook hoe de wind staat, of je er geluidsoverlast van hebt. En anders vind ik het alleen maar mooi geluid. Ik probeer elke kwalificatie te kijken, ook al gaat het niet. Ook al zitten we soms bij Ajax kijken met jongens in de kleedkamer op onze telefoon. Of iemand neemt een laptop mee. En sluiten we die aan op de tv die in de kleedkamer is. En dan zitten we met z'n allen voor de tv te kijken met jongens in het team. Dus je kan wel zeggen dat het heel erg leeft in Nederland. Terug naar het voetbal. Regeer is op jonge leeftijd al zeer veelzijdig en kan zelfs aardig keepen, zoals hier goed te zien. In principe is hij middenvelder, maar dat Regeer op elke positie uit de voeten kan, toont hij in 2019 in de Youth League tegen Valencia. Dan nog de omhaal en het doelpunt. Schitterend, Joeri Regeer. Weer Regeer voor zijn hat-trick. Joeri Regeer. Wat een weergeloos wedstrijd speelt hij. Er komen jongens van Jong terug, dus die spelen op het middenveld. En dan denk je van ik ga op de bank zitten. Maar toen zei hij nee, wacht. Ik heb een positie op rechtsbuiten. Dat is natuurlijk een hele omschakeling. Maar je probeert je best te doen dan. En dat uitbetaalt in 3 goals, dat is om van te dromen eigenlijk. Inmiddels is Regeer aanvoerder van Jong Ajax en zijn veelzijdigheid is nog steeds een van zijn kwaliteiten. Al kan dat soms ook een nadeel zijn. Ja, dat zeker. Af en toe weet je niet waar je aan toe bent. Maar ik denk dat dit seizoen in de loop van het seizoen bezig is, meer duidelijk is geworden voor mij vanuit de club welke positie ik me moet op gaan richten. En dat is voor mij duidelijk geworden nu. Ik denk dat iedereen heeft gezien dat ik de laatste tijd veel back speel. En dat daar misschien een mogelijkheid ligt om eerder door te breken in Ajax 1. Dus als ik daar speel, zou ik daar mijn stinkende best moeten doen en laten zien wat ik daar kan. En als ik op het middenveld speel, dan probeer ik gewoon weer eigen ding te doen. Nou, dan is het hangen natuurlijk. Het doelpunt van Regeer. Ja, als je op positie richt, dan kijk je wel naar Noes en naar Define en Jurrien en hoe die doen op rechtsback. Maar als je echt naar voorbeelden kijkt, denk ik dat Daley Blind en Dusan Tadić echt voorbeelden zijn. En je ziet hoe Dusan leeft als echte prof. En ook wat Daley bijvoorbeeld eist van, ook van de jonge jongens, maar ook gewoon eist van het team. En, ik heb ook die leidersrol bij Jong, dus dat probeer je over te brengen bij Jong natuurlijk. Hoe die met elkaar bezig zijn, ik denk dat we daar nog heel veel kunnen leren. Het hoogtepunt van de nog prille carrière van Joeri Regeer komt in december 2021. Als hij tegen Barendrecht mag debuteren voor Ajax 1. Ja, ik kreeg het een beetje voor de wedstrijd dan een beetje door te horen van Martinez gaat er in de rust uit. Dus je hebt grote kans dat je erin komt. Ja, je mag verwachten dat je wel ruim voor staat. Dus toen kon ik me ervoor opmaken en toen wordt in de 30e minuut gezegd, je komt er over een kwartier in de rust, dus ga wel maken. En dan kom je erin en dan, waar je als klein jongen van droomt, krijg je kippenvel natuurlijk. Maar na de eerste paar ballen probeer je gewoon in je eigen spel te komen en ik denk dat het goed is gelukt. 18 jaar uit Zandvoort, Joeri Regeer voor het eerst in Ajax 1. Voetballen niet van een vreemde geleerd. Vader Arend speelde ooit voor Telstar 1. Ja, super trots. Speelt in de arena. Welke kinderen willen dat en kunnen dat en mogen dat? Zijn er niet veel. Één woord, super trots. Het is zijn debuut. Dat hij maar meer minuten mag maken. Dat ligt aan hemzelf, aan zijn eigen ontwikkeling, hoe hij dingen gaat doen. Een minuut te maken op deze leeftijd is gewoon het belangrijkste. En natuurlijk hoop je voor je plekje bij 1 te vechten en misschien speeltijd te krijgen volgend jaar, maar je weet niet hoe het gaat lopen.